Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We zijn een tijdje offline geweest door allerlei omstandigheden, maar we gaan weer heerlijk video's maken. Zoals je ziet, we gaan klaar op de vissen. We zijn in Zweden. We gaan weer lekker een week vissen in Zweden. Ik ben samen met Jeroen, met Jesse en met Bas. We gaan een beetje roleren met de bootindeling en we gaan gewoon lekker een weekje vissen in Zweden. Ik heb er onwijs veel zin in, dus ik ga jullie meenemen deze week en ik ga jullie alles laten zien wat we tegenkomen. Dus let's go!
zo. Zo, zo. Zo, zo. Is het nou aan de schuif hier op, hoor. Ja. Zo dan. Ja, lekker man. Wat was die? 1,13 meter. Lekker, had je hem op? Rop, strijkertje. Hij is ook mooi dik nog, hoor. Dit is een forse, kijk, een lekker schuifje op. Zo. Precies, Connelly. Bye. Lekker, ouwe. Hey, Bouw, 1,13. Ja. En nu? Knippen we even het navelstrengetje door. Ja. En eens even kijken wat het is geworden. Oh, wat, hebben we, geniet voor lekkers meegekregen? Geniet hoor. Juist, ouwe. Lekker man! Lekker man! Zal hij het halen? Het zal erop hangen hoor. Nou. Maar hij is wel mooi. Het is een zeker een gaande vis. En hij dook ernaast de boot op, joh. En waarom? Op niet de thee. Laat hem heel even stil hangen. Honk! Lekker bouw. Zullen we nog een eerste worp bouwen? Ja, wat zou je zijn? 95? Eerste worp, hè? Ja mensen, Guus geluk had vandaag nog niet heel veel geluk. Maar? Allemaal tachtigers, maar hij doet het nog. Still going strong. Wat heb je? Wat heb je dan? Een metervis. Lekker man. 30 centimeter. Hij klopt terug op de bodem van de boot ook. Ja, mazzel, zei hij. Bedankt voor de assistentie. Even wat nieuwe beelden. Er komt nu Bas met de tas. Bas met de tas. Maar, nu ben ik aan de beurt. Die heb jij op, hè? Die heb ik al op. Dat was wel lekker, hoor. Die neem ik. Boswandeling. Dan blijft nog eentje over, want dan is deze leeg. En dat is een spekkie. Noem je me nou dik? Ja. Proost. We kregen een klein beetje twijfels of we wel door moesten blijven gooien. Die jongens waren lekker bezig met trollen. En toen dachten we, nou, dan gaan we van plek A naar B gaan we ook even trollen. Uiteraard met line true kunstaas. Nou, ik denk dat het niet heel lang geduurd heeft. Nee. En toen ging de buiten de plenen, die ging af. Kijk.
Begin van de week was het nog niet voor mij groot, maar dit maakt wel heel veel goed. Ja. Oh. Ja, je bent wel serieus nog. Ja, die is gaat niet. Die is niet heel moe. Nee, dat is niet. Oh, wat lekker zeg hij. Kom daar. Lekker man. Wow. Thanks. Nou jongens, jullie weten wat dit betekent, hè? Tassie, metervis, graaien en drinken. Dat is het. Pak deze. Oh, die ik gisteren al gehad. Voor mij is deze... Die ben niet goed. Nee, ik ben niet goed. En, maar jij krijgt er ook een. Lekker. We gaan even graaien. Kijken wat is dit. Dan maken we deze. Oh, ik ga wel lekker wandelen, hoor. Pang houden. Oh. Lekker? Ah, ik vind het niet lekker. Nee, ik gisteren een klein beetje informatie gekregen dat trollen best wel goed kan werken. Een paar mooie vissen zijn er gevangen. Dus we wilden vanmorgen starten met trollen. En we zijn denk ik een half uurtje bezig en ineens steunen en volledig dubbel. Mooie grote vis, het schepnet. Ja, mooie grote vis, echt een beuker. Hij heel dik. Een burbot in zijn strot zitten. Hij ziet de staart nog zitten inderdaad. Ja. Hij is ook dik Jeroen, hij is echt heel dik. Dit was echt een vette burbot. Ja! Ja! Oh, juichen! Lekker zeg, hey. Piek op de laatste dag, wat wil je nog meer? Hij is 1,4. Maar hij is echt, moet je kijken, wat een bultje. Wat een ontzettend dikke grap zeg. Ja, echt een kwap. Een knijter in de morgen. Heel langzaam weg. Oh. Thanks ouwe. Dat betekent... dat we om 9 uur in het zakje mogen gaan. Daar is hij weer, dames en heren. De giftige grabbelton die we bij ons hebben. Ja. Gaat hij leeg vandaag? Gaat hij leeg vandaag? Nou, hij mag leeg hoor. Daar gaan we dan. Hier is het shotje. Is die voor mij of voor jou? Ja, geef maar aan mij. Ik hoor dat er nog glas in zit, dus ik zal weer een oornagenaaid worden. Nou, dat noemen ze een spekkie. Iedereen geeft mij spekkies, hoe kan dat? Ja. Een boswandeling. Lekker! If it works, it ain't stupid. Heb je een schroefdraai bij toevallig? Ja, vis. Ja, hangen. Mooi vis. Oh, grote gek. Hij lijkt op constant klaar te springen. Eendrecht, wel. Ja, rustig. Heem! Lekker. Wow. Mooie aanwezig weer. Kijk eens even, jongen. Zo, de Christus. Wat een beuker. Wat een beuker.
Hij is 1,15. Dat is wel een dikke vis, broer. Dat is je derde 1,10 plus. Ja, dit gaat helemaal goed dit. Zo. Zo, de knetters. Wat een vis, hè. We hebben een stek gevonden, jongen. Nou, dan vangen we nu 7 of 8 meters in 2 dagen. Voor de rest vinden we nergens die grote vissen. Ze komen hier naar binnen. Ze komen hier naar binnen. Ja. En hier vangen we dus nu gewoon 2 in een kwartier. Dat gaat zo. Ongekend, hè? Dat betekent, hij staat hier nog. Hij was er niet opgeruimd. De giftige grabbelton. Hij moet leeg. Hij moet leeg. En hij gaat leeg. Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat Bouw erg groot fan is van een balletje met jus. Kijk eens even. Het is echt zo af en toe toch lekkerder, hoor. Ga ik ieder jaar een weekje naar Zweden. We zoeken meestal een nieuwe stek uit. Dat doen we door middel van Navionics en van Google Earth. Zoeken we wat mooie plekken uit waar we heen willen. Dan gaan we een huisje boeken. Nou, deze week zijn we ook weer in Zweden. En begin van de week was het erg zoeken waar de vis lag. Veel in baaien geweest, maar eigenlijk niet echt de grotere vissen kunnen vinden. Op een gegeven moment zijn we gaan trollen. Nou, trollen doen we in Nederland ook best wel veel. Dat kun je eigenlijk hier ook heel makkelijk toepassen. We gebruiken natuurlijk meerdere hengels, we gebruiken planerboards, we gebruiken aasjes die we op verschillende types kunnen aanbieden. Het materiaal wat je ervoor nodig hebt is niet heel ingewikkeld. We gebruiken gewoon trollhengels van Severskeer in dit geval. Ik ben nu een nieuwe hengel aan het testen van Patriot, dus Triple X Big Pike. Deze hengel is tot 180 gram. Nou, ik heb hier al 2 vissen mee gevangen vandaag en vooralsnog voelde het heel goed aan. Het is wat zachter in de top. Dat vind ik altijd fijn met kunstenaars, met trollen. Want als je een aanbeet hebt, dat die klappen van de hengel, of de klappen van de snoek, die hengel die goed opvangen. Dat is heel belangrijk. Daardoor lossen we eigenlijk weinig vis. Dus dat is zeker een positief punt. Dus ik ga nu het aasje even te water laten. We gooien het aasje in. Dan doen we een aantal meters, geven we lijn. Ja, dan moet je zelf even een beetje uitvogelen van hoeveel je dat moet doen. Of hoe ver achter de planer. Nou, ik laat hem nu bijvoorbeeld een meter of 20 achter de planer. Pak ik het planertje vast. Klik het planertje vast. Zo. Ook aan de achterkant. En dan gaan we de planer het water in gooien. Dan doen we een beetje op kracht opbouwen, zeg maar. Dus een beetje druk erop voeren. Dan gaat de planer dus vanzelf naar buiten. Nou, zoals je ziet in de verte zit er eigenlijk ook al een planer. Aan die kant zitten ook 2 planers aan de buitenzijde. En dan hebben we allebei een hengel in de steun. Daarmee vis je eigenlijk wat secuurder langs de taluut. Omdat je de taluut opvaart en afvaart, pak je de buitenste planers eigenlijk niet mee. Dus die pakken meer het open water en de vlakke gedeeltes. Zoals je nu ziet, het is 1 grote flatline. Er is geen zuchtje wind. En wat we daardoor dus ook merken, dat we heel veel aanbeten krijgen op de planers. Ver weg van de boot. Dat is op dit moment het spelletje wat bij ons in ieder geval werkt. Ja! Dit is een mooie vis, zoals ze eigenlijk allemaal zijn vandaag. Ja, dat is over een meter. Ja, de meters opnemen zijn vandaag lekker bezig. Wat een dikke mazzet. Wat een feestje. Zo. Nou, die ging als een jack er vandoor. Ja, die was niet moe, niet? Snap ik ook wel, met die oplopende watertemperatuur. Lekker, maat. Lekker. Ho. Grabbelen. Grabbelen, ja. Oh ja, grabbelen. Doe het voor die jongens over. Ja. Hey Bouw! Ja, jongen. Ja. Zit je warm mee, de club? Het tasje gaat leeg. Tasje gaat leeg? Zeker. Zitten er nog 2 in? Kom op met die rommel. En aangezien jij het spekje al hebt gehad,
Heb ik de drop ook al gehad vandaag. De kleine maatje, ja, moet je maar niet veel vrijdagavond, bijna 9 uur. En dan gaan we er weer mee stoppen. We sluiten af. Vandaag de hele dag getrold met Bas. 13 snoeken gevangen. 3 meters, 7 vissen van 90 plus en 3 tachtigers. Dus ja, mooier kan je denk ik niet afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk, doe even een blauw duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan even. En als je nog vragen hebt, laat gerust in de comments je vraag achter. Dan zal ik altijd even reageren. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later! Goed gevist, Bijl. Pang. Pang.